Het Zeeuwse dorpje Zonnemare is deze winter echt de zwanenhoofdstad van Zeeland. Je kunt er drie soorten zwanen zien. De kleine zwaan, de wilde zwaan en natuurlijk onze knobbelzwaan. Nou, ze forageren op de akkers en wat mij opvalt is dat die akkers nog niet geploegd zijn. Of althans, heel veel akkers zijn nog niet geploegd. En dat betekent dat al het loof nog op die akkers liggen. En dat is nou net het voedsel waar die zwanen op afkomen. Kijk hier. We staan hier in de Haniaspolder bij Dordrecht. Hier is de akker geploegd. Nou ja, er ligt natuurlijk helemaal niks eetbaars op de grond. Dus je zult daar geen zwaan op zien. Maar daar rond Zonnemare heb ik akkers gezien. Waar het loof van de worteltjes, van de peetjes, om het maar eens op zijn Zeeuws uit te drukken, nog gewoon lekker dik op die akkers liggen. En daar forageren die wilde zwanen op. En die kleine zwanen die zaten weer op een heel andere akker waar ook nog wat water op lag. Nou ja. Even rond Zonnemare een rondje doen. En je ziet dus drie soorten zwanen. En wij zagen ook nog een ijsvogeltje. Dus dat is nog een extra reden om er nog even op uit te gaan. Kijk, ja, dit is gewoon een veld met peetjes. Kijk, en dat zouden ze overal moeten doen. Gewoon die akkers gewoon nog even gewoon braak laten leggen. Na de oogst. Moet je zien wat er dan gebeurt.